Terwijl er in Nijmegen wordt gedemonstreerd door de evenementensector, gaat het Cello Festival in Zutphen, dat meer dan een week gaat duren, vandaag van start. Ja, wij heten al 22 jaar Cello Festival. Dan ga je niet opeens je naam veranderen, omdat dat een verkeerde associatie niet geeft. Goedenavond. Het wordt steeds drukker op het water. De reddingsbrigade Veluwe Meer hoopt daarom dat het vaarbewijs verplicht wordt. Als we 5 jaar geleden keken, nou, was op een dag als deze nog niet de helft van wat je nu ziet. En het oudste geschiedenisboek van Gelderland is nu voor het eerst te zien. De verhalen zijn geschreven in de middeleeuwen. Zo'n 1200 mensen protesteerden vandaag in Nijmegen tegen de coronamaatregelen. Ze vinden dat die maatregelen de evenementensector hard raken. Organisatoren en festivalbezoekers zijn vooral gefrustreerd dat ze niet mogen. Terwijl andere sectoren wel weer bezoekers mogen ontvangen. Maar we krijgen geen eerlijke kans. We hebben eigenlijk alles gedaan wat ons gevraagd is. Maar na de spontane, opportunistische en onzorgvuldige heropening van juni zijn we na 2 weekenden keihard voor de trein gegooid. We zien straks de Formule 1. Er is geen verwijt naar die festivals. Als zij laten zien dat het kan, kunnen wij ook laten zien dat het kan. Is dat een druppel? Ja, dat is een druppel. En het gaat er vooral om om gelijke behandeling. Hè. Dus zeg maar, we hebben aangetoond dat de evenementensector, middels onderzoek van Field Labs, dat het gewoon veilig georganiseerd kan worden. En het is heel gek dat dat nu niet in Nederland kan. We gaan geluid laten horen dat ook wij veilig open kunnen. Wat doet u normaal gesproken? Geluidstechnicus. En mijn maatje ook. Hoe ziet het leven er voor u uit? Stilzetten, afwachten, weer hopen dat je weer kunt beginnen. Ik word er helemaal scheidziek van. Grote frustratie. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Wat merk jij om je heen? Ja, nu heel veel feest. En heel veel mensen die graag willen feesten. Zoals je hoort. Geef ons een geluid. Nou, dat is gelukt, of niet? Ik denk het wel, ja. Ja, voor mij is het in ieder geval heel erg belangrijk dat wij een uitlaat hebben. En we worden gewoon niet gehoord. Er worden met 2 maten gemeten. Feest mag het niet zijn. We moeten stem laten horen. We zijn aan het demonstreren. We moeten gehoord worden. Unmute us. En dat is waar we hier nu voor staan. Ja, en terwijl er in Nijmegen werd gedemonstreerd, begint dit weekend in Zutphen het Cello Festival, dat meer dan een week gaat duren. Op sommige dagen is het festival al volledig uitverkocht. Ja, leg het maar eens uit. Festivals mogen niet doorgaan, maar deze wel. Ja, dat hoor ik meer mensen zeggen. Omdat ze in de persconferentie hebben gehoord, een meerdaags festival, hoe kan dat nou? Maar daar zijn bepaalde regels voor. Want dit is een festival met vaste zitplekken en zonder overnachting. Wel inclusief rondleidingen buiten en concerten op verschillende plekken. Ook Jeroen den Hedder, Nederlands topcellist uit Zutphen, is blij dat het festival doorgaat. Ja, daar heb ik zeer naar uitgekeken en dit is waar het over gaat. Dit is waarom we het doen. Het moment en het creëren in het moment en dan wat er tussen de mensen plaatsvindt. Het is niet zo dat er straks een tentenkamp rot op het kerkplein staat. Zeg maar. Nee. Men is hier voor een dagje of ze hebben een hotel of een bed and breakfast hier in Zutphen geboekt als ze meer dagen willen. Maar ze moeten elke keer naar een plek toekomen. Het probleem zit dus eigenlijk in het woord festival. Het is in de persconferentie genoemd. Festivals en evenementen mogen niet doorgaan. Ja, wij heten al 22 jaar Cello Festival. Dan ga je niet opeens je naam veranderen, omdat dat een verkeerde associatie niet geeft. Want het is wel feestelijk en het zijn prachtige concerten. Alleen ja, de benaming heeft nu een hele andere klank gekregen door de coronamaatregelen. Het wordt steeds drukker op het water en dus neemt ook de kans op een ongeluk toe. Al helemaal omdat er volgens de reddingsbrigade meer onervaren pleziervaarders het water opgaan. De brigade Veluwe Meer hoopt dat te voorkomen door het verplichten van een vaarbewijs. Willem van der Kooi zit al meer dan 50 jaar bij de vrijwillige reddingsbrigade. Hij maakt zich ernstig zorgen over de grote hoeveelheid mensen die het water opgaan. Het wordt steeds drukker. Kijk om je heen. Als we 5 jaar geleden keken, nou, dat was op een dag als deze nog niet de helft van wat je nu ziet. En de meeste watergebruikers weten niet dat er ook regels zijn. De brigade pleit daarom voor een verplicht vaarbewijs voor alle motorboten. En dat vinden ze in Harderwijk een goed idee.
Ik had wel moeite met de golven. Er zijn onverwachte situaties, winddraaiingen. Je moet wel enige kennis hebben, ja. Ga een stukje met deze varen en kijk wat voor schade dat je kan maken zonder vaarbewijs. Nu heb je een vaarbewijs nodig voor boten die langer zijn dan 15 meter. De reddingsbrigade houdt haar hart vast als de gevaarlijke situaties op het water langskomen. Advies uitbrengen aan watersporters, dat doen ze niet meer. Als je dan zegt tegen de mensen van, doe dat niet, het risico is zo groot dat... Ik zal niet herhalen wat we dan te horen krijgen. Dan stop je daar vanzelf mee. Mocht je toch het water opgaan zonder vaarbewijs, gebruik dan vooral je gezonde verstand. En als je iets niet weet, vraag. Mensen bij de reddingsbrigades zijn altijd bereid om je antwoord te geven op vragen. Straks, de dahlia's zijn momenteel volop in bloei. Maar net als vorig jaar zien we de bloemen niet terug in de corso's. Een corso-groep heeft daarom een pluktuin van hun bloemenveld gemaakt. Geel, weer een andere kleur, geel, wit. Oh, die willen we er ook nog bij. Dus we hoppen zo meteen nog even verder. NEC heeft zijn eerste overwinning sinds de terugkeer in de Eredivisie binnen. Gisteravond werd PEC Zwolle met 2-0 verslagen. Voor de Turkse aanvaller Ali Akman was het zijn eerste wedstrijd voor de Nijmegenaren. Binnen 5 minuten bracht hij NEC al op voorsprong. I'm so happy, I'm so emotional. They trust me. They make we celebration together, everything. I never forget this. Ook de Graafschap kwam gisteravond in actie. In de eerste divisie waren de Achterhoekers met 2-0 te sterk voor NAC Breda. Mede door het eerste doelpunt in het betaalde voetbal van de pas 17-jarige Devin Haan uit Zeeuwent. Een avond voor jou om nooit te vergeten, denk ik. En je hoogtepunt tot nu toe. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Een avond om nooit te vergeten. En gewoon lekker doorwerken nu. En lekker onthouden dit. En Vitesse komt na het Europese gelijkspel tegen Anderlecht morgenmiddag pas in actie. In Arnhem is Willem II dan de tegenstander. En tientallen mensen hebben gisteravond gebeden voor verbetering in Afghanistan. Dat gebeurde in Ede, waar Stichting Open Doors een bijeenkomst hield. Tijdens de avond vertelden medewerkers van de christelijke stichting over hun ervaringen in Afghanistan. Nu de Taliban de regering vormt, de macht heeft gegrepen, die zijn heel duidelijk over wat ze willen. Die willen namelijk een sharia, de sharia willen ze handhaven. En dat betekent dat er geen ruimte is voor andere geloven. Het is natuurlijk sowieso een verschrikkelijke situatie, dus niet alleen te betrekken op christenen. En ik denk gewoon dat het heel mooi is om daar ook God bij te betrekken. Het oudste geschiedenisboek van Gelderland is nu voor het eerst te zien. Het gaat om een bundel verhalen, geschreven in de middeleeuwen. En die bundel is nu te bewonderen in Kasteel Huisberg in Seerenberg. Dit is hem dan, het oudste geschiedenisboek van Gelderland. Geschreven in het midden van de 15e eeuw. Het is een boek vol met kronieken. En dat zijn verhalen over het hertogdom Gelre en de omliggende landen. Het is waarschijnlijk geschreven in opdracht van de invloedrijke edelman Willem van den Berg. Het is een heel mooi idee dat een middeleeuws boek bewaard wordt op de plek waar het oorspronkelijk voor gemaakt is. En dat zie je niet zo vaak. Een uniek werk dat eind van de middeleeuwen in Kasteel Huisberg werd bewaard. Toen uit beeld verdween, maar nu dus weer terug is. Reden om er een tentoonstelling aan te wijden met de titel Kracht van Kronieken. Wat ik heb geprobeerd te doen is het boek... centraal te zetten en eigenlijk mensen als het ware door dat boek heen mee te nemen. En daar tegelijkertijd dus een beeld te schetsen van de kunst en de cultuur in die tijd, in die regio. De tentoonstelling, waar 2 jaar aan gewerkt is, is nu door iedereen te bezoeken. Ik vind het zeer interessant. Geschiedenis vind ik sowieso interessant en zeker van deze streek. Nou, we wilden wat doen met de kinderen. En mijn dochter heeft een vriendinnetje mee. We dachten van, goh, nu is de uitgelezen kans om naar het kasteel te gaan om eens te bekijken. Dit is wel iets heel leuks om te doen, want het zijn allemaal oude boeken en allemaal historie. Dat is wel heel leuk. Dus, echt waar? Vind je oude historie leuk? Ja, zeker. Dat vind ik heel leuk. En het is ook gewoon speciaal. Gewoon. Je komt hier niet vaak dus. De tentoonstelling in Kasteel Huisberg is tot 14 november te zien. Het is een van de eerste rondleidingen bij Herwen, langs een deel van de Neder-Germaanse limes, de grens van het Romeinse Rijk. Onlangs kreeg het de status van werelderfgoed toegekend. Het loopt nu storm met aanmeldingen voor de gratis rondwandelingen met uitleg.
Dus we gaan eerst een beetje klimmen naar de dijk. Onder leiding van archeoloog Jan Verhagen verkennen de wandelaars letterlijk de oude Romeinse grens. De Romeinse limes, dat is de grens van het Romeinse Rijk. En in ons gebied en aangrenzend Duitsland liep die langs de Rijn, de rivier de Rijn. En er lagen op verschillende afstanden lagen allemaal forten om die grens te kunnen bewaken. Dat belooft wat voor de belangstellenden. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Nou, wat er eventueel te zien zou zijn. Dat is eigenlijk nog een beetje de vraag. Ik ben wel benieuwd. Het lijkt me wel interessant allemaal. Alleen het bijzondere van dit erfgoed is dat er niks van te zien is. Dat is het probleem met archeologisch erfgoed. Dat zit allemaal onder de grond. Daarom is er wel een reenactor. Een acteur verkleed als Romein. Want ja, de Romeinen zijn hier lang geweest. Er is in het verleden bij het uitbaggeren van de Biland, de waterplas die hier achter ligt, is heel veel naar boven gekomen. En dat is in verschillende musea is tentoongesteld. In het Limes Museum in Zevenaar, het Valkhof in Nijmegen. Er is wel een kopie op locatie van deze Romeinse grafsteen. Verder ligt het dus of in musea of onder de grond. Het is toch de moeite van het beschermen waard om het ook voor de toekomst te behouden. Zodat met moderne technieken over bijvoorbeeld 100 jaar er weer meer informatie uitgehaald kan worden. En daarbij is de status van werelderfgoed natuurlijk een prachtige factor. De dahlia's bloeien momenteel volop. Vanwege corona gaan de traditionele corso's niet door. Met als gevolg dat er duizenden dahlia's blijven staan op de velden. Een corso-groep uit Kotten bij Winterswijk heeft daarom een pluktuin van hun dahliaveld gemaakt. Oma vindt ook roze mooi. Vindt oma roze ook mooi? Dan moeten we zo even naar de roze. Ja, helaas gaat de optocht dit jaar niet door. Daardoor vallen inkomsten weg die we normaal uit het dahliaveld halen, omdat we mogen plukken voor andere corso's. Dat gaat in veel mindere mate in ieder geval dit jaar. Daarom hebben we vorig jaar gekozen om dat op te vangen met een pluktuin. En dat is dusdanig goed bevallen dat we dat dit jaar weer doen. Zo, mooie lange. Beetje schuin meteen. Bij ons in Valkswaard hebben wij ook een bloemencorso. Ja. En die gaat ook denk ik niet door. Tenminste, ik heb nog geen auto's of wagens zien staan. Dat is hartstikke jammer, maar wel een heel mooi initiatief. Want ja, de vereniging wil wel kostendekkend zijn. Ja, het is een vrije gift en het is aan iedereen vrij ook om dat uit te geven wat je vindt dat het waard is en wat je wilt en kunt besteden. Maar in de gekste vorm zien we soms een briefje van €50 in de bus zitten. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Tuurlijk, we gaan ze wel sponsoren natuurlijk. Soms zitten kaartjes in de bus, briefjes. En dat doet ons als bouwers weer goed. In toch een roerig jaar, zeg maar. Geel, rood, geel, weer een andere kleur, geel, wit. Oh, die willen we er ook nog bij. Dus we hoppen zo meteen nog even verder. En dan zijn we alweer aanbeland bij het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Lokaal kan er veel regen vallen. Het wordt niet veel kouder dan 17 graden. Morgenochtend is het droog, maar in de middag ontstaan opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 19 à 20 graden. En dan kijken we nog even vooruit. Vanaf maandag hebben we een periode met mooi zomerweer. Het wordt droog en de zon schijnt geregeld. Overdag wordt het 20 tot 22 graden. En tot zover het Gelders nieuws. Eerder deze week probeerden cybercriminelen in te breken in de systemen van Gelder ziekenhuizen. Nu is er aangifte gedaan omdat er mogelijk digitaal is ingebroken in het personeelsdossier van de provincie. Het hele verhaal leest u in de Omroep Gelderland app of online op onze website gld.nl. Ik wens u een mooie avond en graag tot morgen.